U bent met een klein rondje meegelopen met de buurtprovincie Schelvorst. Wat vond u ervan? Nou, indrukwekkend. Het is in de eerste plaats ontzettend mooi dat mensen uit de wijk de Schelvorst zelf dit initiatief genomen hebben en gezegd hebben, joh, wij willen ogen en oren zijn voor onszelf, voor de wijk, ook voor de politie, maar ook voor de gemeente als we dingen tegenkomen die verbetering kunnen behoeven. En ja, het is mooi om dan ook de ervaringen van zo'n eerste half jaar dat men actief geweest is, eens een keer te horen. Nou, het is een donkere avond vanavond, dus het is natuurlijk een avond bij uitstek om ook goed eens eventjes door zo'n wijk te kijken. Naar verdachte situaties of dingen die van belang zijn. En ja, ik ben eigenlijk wel heel erg trots op het feit dat in deze stad en in deze wijk gebeurt. U bent de man van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Maar ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat u het fijn zou vinden wanneer zo'n buurtpreventie over alle wijken uitgerold zou kunnen worden. En dat u daar toch een sturende taak in zou kunnen vervullen. Nou ja, kijk, ja, iedereen heeft zelf een verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid. Dat spreekt voor zich. Zo heeft dit land ook vormgegeven. Maar het is natuurlijk ook een hele belangrijke taak van de overheid en van de gemeenschap zelf ook. Hè, om ja, voor collectieve veiligheid te zorgen. En dat doen we in Nederland door politie en brandweer en recherche. Maar ook vooral door zelfwerkzaamheid van mensen te stimuleren en ook mensen daarbij te helpen. Ja, dus het gemeentebestuur ondersteunt dit soort initiatieven van harte. Dat doen we materieel, met de uitrusting, met de cursussen die ze nodig zouden hebben. En misschien zelfs wel met meer. Als dit nou successen zijn en we blijken in een situatie te komen dat er meer nodig is om die buurtpreventieteams in werk te kunnen laten doen, nou, dan moeten we daarbij ook klaarstaan. Misschien is het iets dat u door kunt geven aan de wijkwethouders. Ja, nou, de wijkwethouders in het gemeentebestuur die zijn natuurlijk heel erg alert ook op de wijk die hun is toebedeeld. Hè, waar ze ja, de eerste zorg voor hebben. Wethouder van Rees, de wijkwethouder voor de Schelvorst, was er vanavond anders ook bij geweest. Had andere verplichtingen, maar komt uiteraard ook graag een keer kijken. Veel belang ook bij dit project. Ja, en eigenlijk in de breedte van het college leven we wel bij het idee dat dit soort particuliere initiatieven van belang zijn. Nou, buurtpreventie Schelvorst is een initiatief van alle vrijwilligers die gewoon rondlopen in de wijk. En die kijken dus naar gevaarlijke dingen, poging tot inbraak. Hebben de mensen de groene bakken of de grijze bakken niet op een stuk staan waar de inbrekers dus toegang hebben tot de achterkant. We kijken naar de jeugd, praatje maken met de jeugd. We proberen ook een dag een keer te plannen om met de jeugd wat gezelligs te gaan doen. Ja, eigenlijk een beetje van alles, dus dat mensen hier wel een beetje veilig rond kunnen lopen. Wat doen jullie met jullie waarnemingen? Alles gaat door naar de politie. En alles wat we zien, wat we horen, gaat allemaal naar de politie. We hebben heel veel contact met de politie. Korte lijntjes, ook met de gemeente. Dus dat zit allemaal wel redelijk goed. Wanneer is de situatie verontrustend? Als wij dus rondlopen en we zien iemand in een zwarte kleding wegrennen. Ja, dan gaat er toch wel even wat door je heen. Wat doet u dan? Dan gaan we wel even de politie bellen. Dan is het niet via de app of wat dan ook, maar dan is het gewoon 112. Hoe lang bestaan jullie? We zijn in augustus officieel begonnen. Als mensen zich geroepen voelen, graag meld je aan bij ons. En zorg gewoon dat je gewoon in een gezellige groep komt. En het is gewoon één keer of twee keer in de week kun je lopen. Of twee keer in de maand, of wanneer het jezelf uitkomt. Gewoon lekker buiten wandelen. Wel overal op letten. Er worden cursussen gevraagd voor ons, die wij kunnen volgen. Er komt nog een EHBO-cursus aan. Dus ja, op zich gaat het wel redelijk goed. Een sobere maar indringende tentoonstelling, Post uit de Vergetelheid geheten, is vanaf zaterdag tot en met 17 maart te zien in het Stadsmuseum. Het Stadsmuseum is geopend van 10 tot 5 uur, van woensdag tot en met zondag. Deze tentoonstelling die hebben we een paar jaar geleden al bedacht. Hij heet Post uit de Vergetelheid en het gaat echt letterlijk over post uit de vergetelheid. We hebben aan de hand van kaarten en brieven uit kampen en ghetto's hebben we een tentoonstelling samengesteld. En we vertellen het verhaal van vier mensen die totaal verschillende dingen meemaken. En eentje daarvan is bijvoorbeeld een jongen uit Duitsland die al voor de oorlog naar Nederland vlucht. En dan in Winterswijk terechtkomt en dan toch uiteindelijk, hij wordt daar verliefd. Het is een heel mooi liefdesverhaal. Maar uiteindelijk duiken ze onder en worden ze opgepakt. Hij heeft heel veel brieven geschreven aan haar.
of vanaf een verkeringstijd. En zij heeft een dagboek bijgehouden, ook tijdens haar onderduik. Dat is heel bijzonder. Kan je die hier lezen dan? Ja, we hebben heel veel materiaal, maar we hebben sowieso dat het leesbaar is. En we kunnen natuurlijk niet het hele dagboek, maar de hele essentiële brieven en de essentiële dagboekfragmenten, die staan erin. En wat nou zo mooi is eraan, is dat die verhalen verteld worden door mensen van nu. Ja, en zijn die verhalen te horen? Die verhalen die zijn hier allemaal in korte filmpjes te zien en te horen. En het is een heel mooi uitgangspunt om bij zo'n verhaal te beginnen en dan, dat verhaal, en dan zo'n geschiedenis te volgen. De scharrelkids van het IVN waren al druk met de voorbereidingen voor de vogeltelling. Vetbollen, voederbakjes, van alles onderstond onder veel nijvere handen. Dat vogels wel in de winter hier kunnen blijven en dit. En Henk van der Haar vertelt waarom die nationale vogeltelling van belang is. Waarom moeten de mensen tuinvogels gaan tellen? In de eerste plaats omdat het leuk is. Het is heel echt hartstikke leuk om vogels te tellen in een omgeving waar je zelf woont. En daarnaast levert het natuurlijk heel veel waardevolle informatie op. En dat wordt netjes verwerkt door het SOVON. Nou, ik heb dus deze fles gemaakt en daar kun je vogels zetten doen. En dan moet je er een gat in knippen, je een linkje hier doen. Dan kan je er vogels zetten doen. En dat is voor de vogeltjes in de winter. Want ze kunnen, als het bevroren is, de grond, dan kunnen ze er niet uit pikken. Uit de grond, omdat het al helemaal bevroren is. Het gaat eigenlijk niet zo goed, hè, met de vogels in Nederland. Nee, over het algemeen gaat het niet goed met vogels. Er zijn natuurlijk uitzonderingen van... Ja, iedereen kent dat. De weidevogels gaat gewoon heel slecht. Omdat met name in agrarisch gebied zeg maar, de afgelopen jaren heel veel verandert. En dan voor vogels in negatieve zin. Maar bosvogels, dat gaat nog enigszins redelijk. En ook tuinvogels, dat is nog wel leuk. Maar dan moeten mensen wel hun best doen om tuinen vogelvriendelijk in te richten. Ja, hoe doen ze dat? Nou, er valt een hele hoop, heel veel winsten te behalen. Het begint eigenlijk mee van mensen die moeten zich eigenlijk een beetje verplaatsen in het lichaam van een vogel. En een beetje weten van wat voor eisen vogels stellen. Nou, dat is natuurlijk, het begint, dat is een voedselplek. Er moet voldoende voedsel zijn. Er moet voldoende schuilgelegenheid zijn, want een vogel die fourageert niet de hele dag. Maar op het moment dat hij geen honger meer heeft, dan moet hij ergens op een beschut, veilig plekje zitten. En die vogel moet ook een nacht doorbrengen. Met andere woorden, en zeker voor de holenbroeders, moet er voldoende nestgelegenheid zijn. Die nationale vogeltelling komt er dan. Wanneer is die? Ja, dat is volgend weekend, 25, 26 en 27 januari. Dat is landelijk georganiseerd door het SOVON, de vogelbescherming. En de bedoeling van die vogeltelling is, evenals afgelopen jaren, om een half uur achtereen, dus stipt een half uur, vogels te tellen in een tuin. En of er nou in dat half uur veel vogels zijn, meer dan normaal of minder dan normaal, doet er niet de zaken. Als je dit soort tellingen met heel veel mensen doet, dan komt er heel veel gegevens binnen. En uiteindelijk krijg je een prachtig overzicht van wat er zoal speelt in de tuinen in ons land. Kan jij iets over het project De Harde Leerschool vertellen? Ja, De Harde Leerschool is een project die jongeren helpt aan een baan door middel van een sport rugby. Daarnaast ben ik dit project begonnen in 2015. Rotterdam zijn we begonnen, Den Haag hebben we gedaan, Groningen hebben we gedaan en nu zijn we in Almelo beland. En met trots willen we in april starten met het project in Almelo bij de Big Bulls hier. En wat maakt nou dat jij bij dit project zo betrokken bent? Nou goed, ze hebben mij op een bepaald moment, het bestuur van de Harde Leerschool heeft mij benaderd in 2015. En
Ik ben zelf trainer al vanaf al jaren. Nu ben ik met de jongeren aan de gang gegaan en het is een goede combinatie. Dus ja, we zien dat het effect heeft. En ja, de cijfers liegen niet. Van de jongens die starten aan het project blijft vaak 60% aan het werk langdurig. En dat is een hoog percentage. Dus de sport rugby in combinatie met de reïntegratie werkt. Waarom zijn jullie als gemeente Almelo gegaan voor dit project? Nou, omdat het belangrijk is om jongeren die wat kwetsbaarder zijn aan het werk te helpen. En soms is het wat moeilijker om die jongeren te bereiken vanuit de gemeente. En daarom schakelen we de harde leerschool in. Als een soort middel om ervoor te zorgen dat die jongeren door middel van sport bereikt worden. En klaar worden gestoomd, gemotiveerd worden voor een betaalde baan. Zodat ze aan de slag gaan, naar werk worden begeleid. Hun eigen inkomen kunnen verdienen en daardoor een gestructureerd leven leiden. Hoe ben je van het project gekomen? Nou, dit project werd eigenlijk geïnitieerd door de Big Bulls. De Big Bulls is een sportieve en actieve club, hè, in Almelo. Een actief betrokken sportvereniging. En dat betekent dat ze zich ook heel erg inzetten voor de samenleving. En zij zien ook dat een sportclub meer is dan alleen rugby spelen. Maar ook zorgen dat je maatschappelijk betrokken bent. Nou, de Big Bulls kwam met dit initiatief en ik ben daarmee in gesprek gegaan. En ja, ze zijn ook actief geweest, de harde leerschool, in andere plaatsen. Zoals in Den Haag, Groningen. Nou ja, dat geeft dan ook op een gegeven moment wel wat comfort om daar verder over te praten. Van, hey, hoe heb je dat daar gedaan? Wat kunnen wij hier in Almelo gaan doen? En kunnen we met elkaar komen tot een succesvol project? Het is ook een pilot en je moet altijd zien hoe het gaat lopen. Maar ik ben er heel positief gestemd over. Waarom is de Big Bulls met deze harde leerschool in zee gegaan? Als rugbyclub zijn we graag maatschappelijk betrokken. Zo mooi is dat heet tegenwoordig. Dit leek ons echt een uniek project om daaraan mee te werken. Ook omdat ze werken vanuit het principe van rugby. Respect, kameraadschap, discipline. Staat bij ons hoog in het vaandel. Dus ook vanuit de beginselen van een rugbysport doen we hier graag aan mee. Daarnaast hebben we pas een nieuwe accommodatie waar we trots op zijn. En die stellen we graag beschikbaar om dit project te doen slagen. Samen met de gemeente Almelo. En we hoorden net al dat misschien gemeentes Wierden en Enschede ook interesse hebben. Dus wij denken een goed initiatief van de Harde Leerschool om hier in Twente een succes van te maken. De stadskade is meer gelegen rondom de Kreta-vijver, richting Biep, Oudestadhuis, dat gebied. En het gebied tussen de Grote Straat en Huizen Almelo. En daar omheen liggen drie vlekken die wij hebben genoemd als transformatiemilieus. Daar zien we gewoon dat de winkelfunctie al afneemt. Je ziet ondernemers al steeds meer vertrekken van daar naar het compactere deel of naar die stadskwartieren. En daar zouden we echt samen moeten gaan werken aan kansen die daar bijvoorbeeld liggen voor wonen en werken. Wat was de aanleiding tot het koersdocument op de binnenstad? De aanleiding was eigenlijk de leegstand in de binnenstad en het feit dat die leegstand groeiende was. En het feit dat het aantal bezoekers de afgelopen jaren steeds verder afnam. En daardoor groeide het besef dat we met elkaar wat moesten gaan doen. Dat we dat moesten gaan keren, dat het tij gekeerd moest worden. En daarvoor hebben we het koersdocument opgesteld van hoe gaan we dat dan doen en waar willen we met elkaar naartoe. Wat zijn de belangrijkste elementen in dat koersdocument? Nou, het belangrijkste element is dat wij een kernwinkelgebied aanwijzen. Een compact gebied waar we de winkelfunctie in willen gaan concentreren. En dat we een drietal dwaalgebieden aanwijzen waarin zeg maar, ondersteunende functies gerealiseerd worden. En dat we daarnaast een drietal transformatiegebieden aanwijzen. De noordkant van de Grote Straat, de zuidkant van de Grote Straat en de Hagenborg. Waarin wij mee gaan werken aan het omzetten van winkelfuncties in andere functies, waaronder bijvoorbeeld wonen. We hebben ook echt geprobeerd, dat zullen we blijven doen, heel veel jongeren erbij te betrekken, het onderwijs. Ik weet niet wat de reden is dat die hier nu niet massaal zitten. Maar het gaat ook om de toekomst van deze jongeren in deze stad. Uiteindelijk bepalen ondernemers, ook jonge ondernemers, of ze ergens willen gaan zitten of ze willen gaan transformeren. Dat doet de ondernemer zelf. Eén ding is wel belangrijk, er moeten wel ondernemers bij.
U heeft een aantal redenen genoemd in uw inleiding waarom er geïnvesteerd moet worden in de binnenstad in Almelo. Klopt. Ik ben heel positief gestemd over de kansen van Almelo. Ik heb daar mijn boekje ook De Verrassing van Twente genoemd. Omdat ik denk dat Almelo op de goede weg zit. Ik ben zelf heel erg onder de indruk van de vele lokale speciaalzaken die hier zijn. Hè. Dus er is echt couleur lokaal hier. Je kunt hier echt bijzondere zaken vinden. Dat past ook bij de identiteit van Almelo, van de menselijke maat die hier nog volop te vinden is. En verder vind ik het ook heel mooi om te zien, dat zagen we vanavond ook bij deze bijeenkomst over de binnenstadsvisie van Almelo, de betrokkenheid van de mensen bij de stad. Want uiteindelijk hebben mensen hart voor een stad en die zullen ook grotendeels het plan moeten uitvoeren. Niet alleen ondernemers, maar ook vastgoedeigenaren, bewoners, mensen van buiten de stad. En ik denk dat daar dus heel veel kansen in zijn. Wat moet er nu de eerstkomende jaren gebeuren? Nou, het koersdocument, zoals ik het heb gelezen, hè, want ik was vrij om van te vinden wat ik vond, zie ik meer als een kompas in plaats van een kaart. Maar het is wel een richting die je opgaat met z'n allen. En op dat vlak denk ik dat het heel goed is om ook met zaken die tastbaar zijn, die mensen, bewoners, bezoekers ook kunnen zien. Hè, voorbeelden zijn genoemd, kunst in lege winkels, gratis parkeren. Dat je dus ziet dat er echt wat gebeurt, want daarmee worden mensen enthousiast. Want uiteindelijk komt het toch aan op daden in plaats van woorden. Mensen willen zien dat eraan gewerkt wordt. Hier dus de cursus Windows 10, internet en e-mail. Ja, deze cursus valt in twee stukken uiteen. En dat is onder andere internet en mail. Hoe ga je een brief sturen? Hoe ga je een brief beantwoorden? Wat kun je er allemaal nog meer mee? Foto's sturen, foto's ontvangen. Al die dingen worden dus gedaan in het laatste blok van een cursus. Wij hebben hier vandaag een inloopmiddag, een invoermiddag moet ik eigenlijk zeggen, waar wij informatie geven over de activiteiten die wij hier in Almelo doen ten opzichte van de computergebeuren, tablet en iPad. En de opkomst, Joop, die is fantastisch. Ja, u hebt het gezien. Vanmiddag waren hier een aantal mensen meer. Ik zei, jongens, eventjes ter attentie. Er kunnen hier vanmiddag 120 mensen voorbij lopen. Dat zijn mensen die daar aan het biljarten waren. Maar het kunnen er ook vier zijn. Wij weten het niet. Maar gelukkig is de opkomst goed geweest. Dus downloaden van internet, afhalen naar uw eigen computer. Oftewel binnenhalen. Nou, het installeren van programma's, hoe doe je dat? Ook dat doen wij hier. Wij leren u ook hoe je programma's moet downloaden, hoe je zo'n programma moet installeren op je computer. Wat is de bedoeling van het geven van een cursus voor SeniorWeb? Daar kan ik heel kort over zijn. Je wordt bijna wel gedwongen om digitaal te zijn, om geen digibit te zijn. En dan betekent dat de ouderen eigenlijk een klein beetje buiten de boord vallen. Daarom gaan wij cursussen geven en die zijn ook bedoeld voor de oudere groep. Dus SeniorWeb, de naam zegt het al, geeft over het algemeen lessen aan senioren. Maar het zal echt een keer zover komen dat het ophoudt, want de jeugd is al voorzien van de nodige kennis. Maar de ouderen onder ons, en dan heb ik het over de leeftijdsgroep vanaf 55... Daar geven wij lessen aan. Bestand opslaan, als je wat in de computer invoert, wil je het later ook graag terug kunnen vinden. Hoe doe je dat dan? Dan zie ik mensen binnenkomen die denken van, en zeggen ook, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks met computers, met iPhones, met iPads, met tablets. Is dat wel wat voor mij? Ik heb al gezegd, je wordt bijna gedwongen. Want alles wat tegenwoordig gedaan en gezegd wordt en wat je moet doen, is al digitaal. Een klein voorbeeld, je bent op het ziekenhuis, daar word je al benaderd. Vindt u goed dat wij u de gegevens van u zullen, dat wij die dus intern hier gebruiken? En als je daarop ja zegt, voor hetzelfde geld, moet je dan ook alweer inloggen. En dan krijg je alweer met de computer te maken, je krijgt met DigiD te maken. Want ook daarin zijn wij op dit moment actief. Kan je je voorstellen dat veel senioren een angst hebben tegen het digitale gebeuren? Jazeker. Jazeker, kan ik me dat voorstellen. En ik vraag zelf ook wel eens van, jongen, welke kant, waar gaat het dan naartoe? Wanneer gaan jullie beginnen? Wij gaan beginnen woensdag, dus woensdag over 14 dagen, 5 februari. En dan zijn het voor Windows 10
9 aaneengesloten lessen. Maar die aaneengesloten betekent wel dat wij de cursus verdeeld hebben in 2 groepen. Een groep Windows leren en dat zijn 5 lessen. Internet en mail, dat zijn de resterende 4 cursussen. Alicia, Arjen. Zullen we gaan voorlezen? Ja! Een huis voor Harry. Een huis voor Harry. Kennen jullie hem of niet? Ja! Zo heet die kat. Harry is een kat. En Harry maakt heel veel avonturen mee. Harry woont in een heel mooi huis. Zie je dat? Ja. En hij vraagt aan Vera, Vera is de vlinder, zullen we tikkertje spelen? Vandaag was er een meneer op school en die ging voorlezen. Hoe vond jij dat? Leuk. Ja. Wat gebeurde er in het verhaal van die meneer, wat hij voorlas? Harry die was de weg kwijt. Zo. En heeft Harry de weg teruggevonden? Ja. Dat was wel fijn, hè? Ja. Heb jij zelf ook een huisdier? Ja. En hoe heet hij dan? Reus. En wat is Reus? Is dat een konijn of een kat? Een hond. En is die hond lief? Ja. Dan gaat hij kapot, hè? Zie je dat? Dus dat is ook niet echt handig voor Harry. Dan zit hij net zo lekker binnen en gaat hij helemaal omlaag. Ja, dat gaat helemaal omlaag. En jij hebt vandaag ook geluisterd naar het verhaal. Vond jij het een leuk verhaal? Ja, heel leuk. En wat was Harry? Wat was dat voor een beest? Een kat. En wat ging er allemaal gebeuren met hem? Hij was de weg kwijt. Oei, en waar is hij allemaal wel niet geweest? Door het park. En heeft hij de weg ook weer teruggevonden? Ja. En wie heeft hem de weg gewezen? De katten. We hebben allemaal onze naam op een wereldboomtas gezet. Oh, wat leuk. Zodat het boek straks in de wereldboomtas kan. Mooi kunt showen in het gemeentehuis. Ja. Is dat jouw naam? Dankjewel, Evie. En dan doen we ook nog even een applaus. Dankjewel. De wereldboom. Hoe was het om vandaag op de Wereldboom te mogen zijn en daar te mogen voorlezen? Ja, hartstikke leuk. En de Wereldboom is ook mijn oude school. Het is een fusieschool van de Triangel en de Radboud. Ik heb vroeger zelf altijd op de Radboud gezeten. En dan is het heel leuk om even op je oude school terug te zijn. Voor te lezen in de week van het voorlezen, hè, het voorleesontbijt. Ja, want hoe vond je het om die kinderen voor te lezen? Ja, heel erg leuk. Heel enthousiast. Ja, allemaal heel erg druk enthousiast reageren. En het is zo leuk om te doen, omdat kinderen zijn heel erg onbevangen wat dat betreft. En dat is heel leuk om dan een verhaaltje te mogen vertellen over een kat die zijn huis kwijtraakt. En uiteindelijk komt het in dit soort verhalen altijd weer goed.